Suriname heeft nu ongeveer 140 huwelijksambtenaren erbij. Deze groep heeft met goed gevolg de opleiding tot huwelijksambtenaar afgerond. De geslaagden hebben na deze mijlpaal hun certificaat in ontvangst mogen nemen. De opleiding is een beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, behorende tot het beleidsgebied religieuze aangelegenheden. De opleiding tot huwelijksambtenaar is gericht op de huwelijkswet van 1973. De opleiding was verdeeld in een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Stanley Suropabiro, beleidsadviseur religieuze aangelegenheden, geeft ons wat meer inzicht over dit onderwerp. Voor deze lichting is het in totaal ruim 140, met Nikirin begrepen. In Paramaribo hebben we 100 zich opgegeven. En van die 100 hebben 93 het afgerond. Dus met die van Nikeri is het niet meer dan 140. De huwelijksambtenaren die hebben een belangrijke taak te vervullen in de gemeenschap. Omdat alle religieuze organisaties die zeggen het huwelijk is de basis waarop het samenleven tussen man en vrouw moet plaatsvinden. En wanneer dat plaatsvindt, dan ga je een goed gemeenschap krijgen. En wanneer dat er komt, dan krijgen we ook automatisch dat de waarden en normen ook worden opgetrokken. En dat we een beter gemeenschap krijgen. Dus hun taak is een heel erg verantwoordelijke taak. Wanneer ze ervoor kunnen zorgen dat er goede huwelijken zijn, dat we dan automatisch een goed gemeenschap zullen krijgen. En dan vanuit de basis, vanuit de gezinnen, vanuit de kinderen, de vaders en de moeder, dat we dan een beter gemeenschap krijgen. Niet alleen voor de cursisten was het heel bijzonder, maar ook voor de docenten was deze opleiding een heel nieuwe ervaring. Natasha Arupa Wong-Swisan, een der docenten van deze cursus, gaat kort in op haar ervaringen en bevindingen. Voor mij persoon, mevrouw Kalpo en de heer Keus, was het dus vrij nieuw. Het is heel anders dan de normale opleidingen die we geven. Maar het is een onderwerp waarmee we dagelijks bezig zijn, omdat we zelf ook ambtenaren zijn die huwelijken voltrekken. Dus we hebben het al zeer goed ervaren, omdat we ook van de andere kant hebben geleerd. We hebben van de cursisten geleerd hoe het in hun religieuze organisatie ervaren wordt. En wat het belang van een huwelijk is voor hun. Ik heb ervaren tijdens mijn lessen dat het om heel gezellige mensen is gegaan. We hadden hele intensieve discussies. Soms waren ze het niet eens met de wet. En voor ons was het ook weer anders om te zien hoe een religieuze organisatie naar iets kijkt. Maar ik heb het als heel prettig ervaren. We hebben ze toen ook aangegeven dat wij als docenten altijd klaarstaan voor ze. Ze mogen altijd terugkoppelen. En mijn boodschap aan hun is dat ze het representatieve van het huwelijk nu gaan etaleren. Zij gaan dus een deel van CBB, een taak die CBB heeft, die ons eigen is, gaan zij dus in de praktijk voltrekken. We wensen ze heel veel succes toe. En we hebben ook aangegeven dat anytime er iets onduidelijk is, dat ze altijd terug mogen koppelen met. Ook de cursisten waren een nieuwe en positieve ervaring rijker. Zij hebben nu des te meer begrepen dat het huwelijk een instituut op zich is. Carmelita Pengel, een der geslaagden, doet uit de doeken hoe zij de cursus heeft ervaren. Het geeft mij een gevoel van mijn gunst. Ik heb het gedaan. Het was een hele fijne
opleiding. En ik had altijd plezier erin wanneer ik de lessen moest volgen. Dus ik zeg van wauw, ik heb het gehaald. Weet je, ik heb het als heel leerrijk ervaren. Heel goed, het is goed aangeslagen. We hebben een eenheid gevormd. Dus eigenlijk ging het om de leerstof. We hadden één doel voor ogen en namelijk, het gaat erom dat je mensen het huwelijk moet voltrekken. Het is een instituut en het werk van het instituut voltooien. En dan geeft het niet van welke religie je bent. Het is dat het instituut in stand gehouden moet worden, het huwelijk. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is in diverse gebieden bezig met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Het ministerie is momenteel bezig met het ophalen van lozingen in Paramaribo Noord. Minister Patrick Pengel heeft samen met een team van deskundigen van het ministerie een bezoek gebracht aan de verschillende werkzaamheden. Ik heb me vandaag aan het eind van het jaar op enkele locaties zelf georiënteerd, los van de rapportages die ik regulier kreeg. We hebben ons vandaag in onze oriëntatie gefocust in Paramaribo. En op verschillende locaties zijn we gaan kijken naar werkzaamheden die gaande zijn, maar ook naar het effect van de werkzaamheden die we regulier hebben uitgevoerd. En met name vandaar zijn we meer gaan kijken naar de effecten van de werkzaamheden aan de primaire kanalen die in de droge tijd zijn uitgevoerd. En om te kijken waar er nog een schepje bovenop moet. Dus in Paramaribo Noord zijn we geweest en ook op andere locaties waar er regelmatig wateroverlast is. En er is wat vooruitgang geboekt, omdat we hebben gezien dat op een aantal plekken het water niet lang is blijven staan. Maar nogmaals hebben we bevestigd gekregen dat op sommige plekken, en dat hebben we ook in de begroting opgenomen voor volgend jaar, dat er op sommige plekken echt mechanische pompcapaciteit erbij moet. En we gaan volgend jaar gaan we dus beginnen met de citrusplantage in Klevia. En wat andere infrastructurele werken om Paramaribo Noord veel sneller te ontdoen van overtollig water tijdens grote regenbuien. Wat betreft Paramaribo en omstreken gaan we gewoon door met de ontwateringswerkzaamheden, onderhoud van de primaire kanalen, secundaire kanalen. Dus die activiteiten zal de samenleving gewoon blijven merken dat er steeds machines zijn in verschillende buurten om de kanalen op te halen, zowel in de regentijd als in de droge tijd. We hebben een inhaalslag gemaakt dit jaar wat het inlopen van de achterstand betreft. Daar ben ik wel tevreden over. Maar ik zou gewoon altijd kritisch blijven dat we deze achterstanden niet meer oplopen. En dat de kanalen op tijd opgehaald worden. De wegenautoriteit is ook bezig met hun gedeelte bermonderhoud. Dat is gelukkig weer opgepakt. Dus hopelijk zullen de aannemers die verbonden zijn aan de wegenautoriteit ook hun bijdrage leveren om daar de achterstand in te lopen. Ook de infrastructuur bij de vuilstortplaats Ornamibo is volledig aangepakt. De dumpplekken zijn goed bereikbaar. De wegen zijn opnieuw aangebracht. We zijn ook gaan kijken op Ornamibo. En daar heeft de afdeling civiel-technische werken de infrastructuur helemaal hersteld. De wegen zijn opnieuw aangebracht, opnieuw belegd. Dat hebben we sinds de calamiteit op de vuilstortplaats hebben we daar met man en macht aan gewerkt om materiaal aan te schaffen en aan te brengen. Dus laten we zeggen, wat betreft de infrastructuur, de dumpplekken zijn heel goed bereikbaar. En dat zorgt voor een betere verwerking van het huisvuil. Wat we nog heel erg missen is verlichting. Maar we hebben wel de toezegging van EWS dat de verlichting opnieuw geplaatst zou worden. Zodat er ook s'avonds, want vuil ophalen gebeurt s'avonds, dat er ook s'avonds op een goede manier vuil gedumpt en verwerkt kan worden. In de overige districten gaan de ophaal- en rehabilitatiewerkzaamheden onverkort door. En
In de overige districten zijn de werkzaamheden van ons ministerie in volle gang. Ik kan specifiek noemen, in Para is de aannemer 3 weken geleden reeds begonnen met het ophalen van kilometers aan lozingen. Verder zullen ook zandwegen gerehabiliteerd worden in een onderhoudscontract die we met de aannemer hebben voor de komende 2 jaren. Dus tot en met eind 2020 zal het gedeelte van het ophalen van lozingen, het onderhouden van deze kanalen, het rehabiliteren van wegen en het onderhoud van deze, dat zijn ook tientallen kilometers, hebben we uitbesteed aan de aannemer, zodat dit op reguliere basis plaatsvindt. En daar gaan de werkzaamheden heel erg goed. In Kommerwijnen en in Marrewijnen zullen we conform hetzelfde model werken om gewoon 1 vaste aannemer aan te trekken voor rehabilitatie en onderhoudswerkzaamheden voor een vaste periode. De overheid komt in met brandstof en de aannemer komt in met equipment en personeel. Wij doen de supervisie, er is een bestek zodat we erop toe kunnen zien dat de werkzaamheden conform het bestek plaatsvinden.